Politie, deurwaarder. Ruim 80.000 Amsterdamse huishoudens hebben een risico op een problematische schuld. Dat is nog net niet 1 op de 5. De omzetten zijn gehalveerd in 3 jaar tijd. Ja, waar ligt het aan mij? Dag lieverd, heb je lekker geslapen? Hallo schatje. Wat gek van al die papieren, echt gek. Facturen. Een liefdestaart. Lang leven de voedselbank. Hola mami. Hola papa. Pak zoveel je wil. Schaam je niet jongens. Ook groentje en fruit, en niet alleen bitterballen. Ze houden het allemaal schuil, omdat ze daar niet over willen praten. Maar dat is behoorlijk armoede hoor. Stille armoede. De woning wordt ontruimd in verband met een huurschuld. Nee, dat kan toch niet. Heeft u er al over nagedacht waar u nu naartoe gaat? Ik ben zo dom geweest om het allemaal te verzwijgen voor de mensen die van mij houden. Inclusief mijn eigen man. Wat zou er nou mooier zijn om eens flink schone lei te maken, zodat straks ook niet je kinderen weer straks in dezelfde ellende komen, omdat ze een verkeerd voorbeeld hebben gehad. Voor elk probleem is er maar één ding, een oplossing. You know. Aantal mensen met schulden neemt nog altijd toe. Trek de stekker eruit. Nee. Hallo? Wie denkt ongeveer dat u deze kunt betalen? Ik sta op het punt om een dossier naar onze juristen te brengen. Idiot is dat iedereen aan mij verdient nu. Het moet betaald worden. Je gaat volgens mij heel nooit ontruimen maandag. Gouden business.